Bij ons, Martin Kloos van het CDA. U denkt dat de woningbouw in Wijchen in gevaar is. Vertel. Ja, dat klopt. Het CDA Wijchen maakt zich ernstig zorgen over de woningbouw in Wijchen. We hebben als gemeente Wijchen grote plannen. Plannen die heel dichtbij zijn, zoals het terrein waar we hier staan op de oude plek van de Franciscusschool. Maar ook op de Huurlingse Dam. Plannen die eigenlijk al gestart hadden moeten zijn, maar nu dreigen stil te vallen door het beleid van de provincie. Ja, de situatie op dit moment is zo dat 800, BMW wilde dat 800 huizen gebouwd zouden worden. Dat kunnen er nu maar 500 worden. Wat is uw alternatief? Ons alternatief is dat we de zaken gaan splitsen. We mogen 500 woningen bouwen. Dat is al een heel mooi aantal. Als je gaat kijken naar de twee plannen die op de schap liggen, Huurlingse Dam en hier bij de Oostflank, dan praten we in totaliteit over 820 woningen. Als we er 500 van mogen bouwen, dat betekent dat je de helft van de Huurlingse Dam mag bouwen en dat je de helft van, of dat je het volledige productie hier op de Oostflank mag bouwen. Dat geeft al heel veel lucht, want we praten over een bouwproductie van 500 woningen tot en met 2019. Dat zou betekenen als de verkoop heel goed gaat, dat we misschien meer willen. Maar het zou ook maar zo kunnen zijn, als de verkoop nog wat achterblijft, dat je al vanwege de natuurlijke weg over die datum van 2019 heen gaat. Maar dan zijn we aan het bouwen. Op dit moment is het zo dat de gemeentes in het Rijk van Nijmegen eerst tot overeenstemming moeten komen van de provincie. Zolang er geen overeenstemming is, heeft de provincie aangegeven, gaan wij alle plannen waar een bestemmingsplanwijziging voor nodig is, die gaan we boycotten. Daar gaan we een zienswijze op indienen. En ja, dat betekent in concreet ook dat de mensen die hun woning verkocht hebben, omdat ze dachten dat ze op vrij korte termijn bijvoorbeeld hier of op de Huurlingse Dam zouden kunnen gaan wonen, ja, dat die nog langer moeten wachten. En dat vinden wij onaanvaardbaar. Kortom, tempo. Absoluut tempo. Zoals we als de raad hiervoor van 2010 tot 14 al opgeroepen hebben, wethouder gaan aan de slag. Nou, eigenlijk hadden we hier al een hoogste punt moeten vieren, maar ja, we staan helaas nog in een zandput.